grappig. We zijn dus niet alleen een land van kokelieden en dominees, maar gelukkig ook van cultuurliefhebbers. En de gesubsidieerde sector die speelt beter in op de vraag van het publiek de afgelopen jaren. Makers en instellingen proberen ander en ook nieuw publiek te trekken door vernieuwende presentatievormen. En met Kim Kortus ben ik het helemaal eens dat het er niet alleen om moet gaan hoeveel bezoekers er komen, maar ook wat voor bezoekers er komen en of het moeite kost om nieuw bezoek te treffen. Afgelopen donderdag zag ik dat weer mooi bij de opening van het Van Gogh Museum. Een nieuwe presentatie die ook wil laten zien, met name ook het verhaal van Van Gogh wil laten zien. En daarmee andere mensen wil trekken. Zoals zij ook op vrijdagavond speciale avonden voor jongeren organiseren. Ook om nieuw en ander publiek te trekken. Zoals ik heb gezien dat de Nationale Opera samen met het Conservatorium in een buurt in Amsterdam, in Bossennommer, optrad met zelfgekozen gemaakte nummers, gemaakt met vrouwen uit de wijk, die in winkels, en ik heb de opvoering in de viswinkel gezien, en dat was een bijzondere ervaring. Met een vishandelaar die zelf nog nooit bij de opera was geweest, maar wel enorm van klassieke muziek hield. En door die koppeling nu opeens wel die stap gaat zetten. Kortom, het gaat dus ook om de investeringen in het proberen om andere mensen te interesseren voor je cultuur. Maar dames en heren, er zijn ook kanttekeningen te maken. Want ik ben wel optimistisch, maar ik ben ook niet zonder zorgen. Want ik zie ook een andere kant. Het aantal giften van met name bedrijven is gedaald. De bezoekers van klassieke muziek, ballet en monumenten vergrijzen. Er is een stijging in de categorie 65 tot 79 jaar. Hoger opgeleiden zijn oververtegenwoordigd onder alle cultuurdeelnemers. En de bezuinigingen hebben op verschillende manieren effect op individuele instellingen en hun medewerkers. En dat leidt tot terechte zorg. Dat vraagt ook om aandacht. Cultuur in beeld signaleert ook maatschappelijke trends die vraag en aanbod in de sector beïnvloeden. Ik noem hier de afnemende hiërarchische structuren. Het gezag van instituties wordt minder vanzelfsprekend. En mensen bepalen zelf welke vormen van cultuur ze tot zich nemen en hoe ze dat doen. En daarom verdwijnt bijvoorbeeld ook het beeld van een kanonieke cultuur die je moet kennen om bij een bepaalde groep te horen. Het verschil tussen high en low neemt in die zin af. En ook de rol van experts bij de totstandkoming van het aanbod is minder vanzelfsprekend. De kunst- en cultuursector die heeft opnieuw laten zien, ondanks tegenwind, dat ze onafhankelijk, veerkrachtig en innovatief is. En steeds meer onderling samenwerkt. En op korte termijn is mijn cultuurbeleid er vooral op gericht om daar meer ruimte voor te geven. Maar we moeten ook verder kijken. Digitalisering zal de komende jaren voor nieuwe veranderingen zorgen bij het publiek. Veranderingen die we nu nog niet kunnen voorspellen, maar waar Kim Kortus net al wel iets van heeft laten zien. Die tijdsbesteding die verandert enorm. En dat vraagt ook iets van de culturele wereld. Digitalisering is daarom ook een belangrijk thema in mijn beleid. Kijk ook naar het gebruik van de iPad, zoals genoemd in Cultuur en Beeld. Een jaar na de lancering meteen bij de helft van alle huishoudens in gebruik is. En wat zullen toekomstige ontwikkelingen in de robotica en 3D betekenen voor het maken zelf? Die ontwikkelingen die leiden tot vragen over de toekomst van ons cultuurland. Zoals, hoe stimuleren we in het onderwijs de crossovers met creatieve vakken, gezien de toenemende vraag naar creativiteit op de arbeidsmarkt? We onderzoeken en stimuleren dat er met name nieuwe verbindingen worden gelegd vanuit de cultuurwereld. En ik ben dus ook heel benieuwd wat er allemaal op af zou komen. Ik ga de Raad van Cultuur vragen om een advies te maken over toekomstbestendigheid van het cultuurbeleid. En dat moet ook leiden tot een onderzoeksagenda. En wat mij betreft is een belangrijk thema daarin, ook het thema dat Kim Kortus noemde, dat belang van die politieke